luisteren. Funky. Ben je er klaar voor? Ja, weet je zeker dat je het nog een keer wilt? Heel graag. Oké. Ik vond het zo leuk vorige week, nee, en de reacties ook. Daar ben ik er klaar voor. Het is maandagmiddag, oftewel de voorleesmiddag met Domien Verschuren. Is het weer toontelligen? Ja, maar ik ga niet over een drone heen lezen. Nee. Dat kan ik niet. Oké. Okay. Het is weer toontelligen. Toontelligen schrijft dierenromans voor volwassenen. En mocht je denken, gaat dit echt over een termiet, dit verhaal? Dit verhaal gaat degelijk over een termiet. Ik luister. Ready? Dan gaan we. Yep. De termiet vond alles overbodig. Hij stond in zijn kamer en bekeek zijn tafel. Wat een overbodige tafel, dacht hij. Hij tilde de tafel op, droeg hem naar buiten en gooide hem weg. Hij ging weer naar binnen en keek naar zijn stoelen. Die zijn nu nog veel overbodiger, dacht hij. En dan gooide ze ook weg. De hele dag was hij in de weer en gooide hij alles weg wat hij had. Zijn kast, zijn bed, zijn raam, zijn deur, zijn muren, zijn plafond, zijn dak, zijn vloer. Het een nog overbodiger dan het ander. Ten slotte was alleen hij nog over. Hij probeerde zichzelf op te tillen. Maar hij viel op de grond, stond op en viel opnieuw. Ik ben zeker niet overbodig genoeg, dacht hij. Hij bleef liggen en keek omhoog. De zon scheen en de lucht was blauw. De termiet had graag de zon en de lucht weggegooid, want hij vond ze buitengewoon overbodig. Maar hij wist dat dat heel moeilijk zou zijn. Hij deed zijn ogen dicht om maar niets meer te zien. Zo lag hij daar. Toen hij stemmen hoorde. Hij sprong op en wilde zich verbergen. Maar er was nergens meer iets om zich in te verbergen. Zelfs zijn vliering, zijn donkere hoeken en zijn geheime schuilplaats had hij weggegooid. Gefeliciteerd, termiet, riepen de stemmen. Hartelijk gefeliciteerd. De termiet zag dat het de dieren waren die naar hem toe kwamen. Hij zuchtte. Ik ben dus jarig, dacht hij. Wat een overbodigheid. De dieren bleven om hem heen staan, gaven hem allemaal een cadeau en sloegen hem vrolijk op zijn schouders. De termiet knikte, bekeek de cadeaus en gooide ze weg. Dankjewel, zei hij telkens, ook al vond hij dat er buitengewoon overbodig wordt. Toen ze hem allemaal hadden gefeliciteerd en iets hadden gegeven, trokken de dieren hun wenkbrauwen op en keken hem aan. Wat is er? Vroeg de termiet. De dieren zeiden niets, maar trokken hun wenkbrauwen nog iets verder op. Toen begreep de termiet het. Te hard. Ze wilde taart. Hij bakte vlug iets van zand en lucht, wat misschien op een taart leek, en zette het voor de dieren neer. Het was een taart van niets, maar iedereen nam een stuk en iedereen zei: heerlijke taart, termiet. Ook al was het niet veel meer dan een schrale kruimel die ze doorslikte, zonder iets te proeven. Daarna gingen ze dansen. De krekel trok de termiet mee en sloeg een arm om zijn middel. Wat dansen we heerlijk, termiet, fluisterde hij even later. Wat dansen we overbodig, wilde de termiet zeggen. En de bonzen van zijn hart vond hij helemaal overbodig. Maar hij zei: ja, wat dansen we heerlijk, krekel. Dat meen ik, dacht hij verbaasd terwijl de zon onderging en de sterren aan de hemel begonnen te flonkeren. En hij was blij dat niemand de sterren ooit weg zou kunnen gooien. Ah! Nationale voorleesmiddag, de maandagmiddag met Domien Verschuren. Jij doet het dus elke avond voor je vriendinnetje en andersom. Ja, zo vaak mogelijk, ja. Ik word er zo rustig van. Nou ja, mocht je nu zitten te luisteren en denken, jezus, draai zijn platen, mag je dat ook gewoon laten weten. Stuur even een sms'je naar 4x3, gebruik de F van 3FM. Of we dit door moeten zetten. Ja, maar ook of je het leuk vindt, dus laat even weten wat jij ervan vindt. Want de namiddag is van jou. Ja.